Ja, dat zal een spektakelstuk worden. Dat begon eigenlijk al vanmorgen toen ik deze kant opreed. Ik ging met mooi weer weg uit Hilversum, een graad of 7. En naarmate je Leeuwarden naderde, werd het al maar onheilspellender en onheilspellender. Het is hier grijs, het is rond het vriespunt. Het is nat, het is koud. Er ligt kunstgras, kortom allemaal gekke omstandigheden die ertoe leiden dat de Friese derby hier zometeen om 12:30 van start gaat in een... Wat moet ik zeggen? Het houdt het midden tussen buitengewoon aangenaam en heel origineel. En toch wel enige bezorgdheid zo links en rechts. En de hoop dat het ook allemaal buiten het veld goed zal aflopen. Laten we daarop vertrouwen. Het wordt, dat weet ik eigenlijk, dat voel je aankomen. Een spektakelstuk van je welste. De laatste winst van Heerenveen in de Eredivisie in 2000 op... Leeuwardense bodem scoorde destijds Nurmela en Popovic de goals voor Heerenveen. Het gebeurde op 30 april op Koninginnedag en sindsdien heeft Cambuur Leeuwarden 14 jaar moeten wachten op de eerste de beste mogelijkheid om toch een keer in de Eredivisie van Heerenveen te winnen. Ze stonden zelden tegenover elkaar in de Eredivisie, 3 keer in totaal. 1 keer eindigde het in een gelijkspel en 2 keer won dus de ploeg uit Heerenveen. De opstelling van de thuisploeg met Nienhuis op het doel. Achterin is Drosten terug als rechtervleugelverdediger. Op het middenveld van Moorsel en PSV Rietsmeijer aan de linkerkant. Voorin een Ajax ziet Lukoki, een Feyenoord Manu en daartussen een Nigeriaan ook Betje. Welkom in het betaald voetbal van de 21ste eeuw. Serdar Gözebüyük is de man die fluit vanmiddag. Hallo. We gaan draaien, jullie trappen op. 6. Een speaker voor de zekerheid verzoekt om kwetsende spreekwoorden achterwege te laten. En dan ziet u de opstelling van Heerenveen met Nordveld op het doel. Het centrale duo, anders dan we gewend zijn. Koeman en Zomer en dus geen geblesseerde Kruiswijk en gepasseerde Optiekba. Het middenveld is uiteraard intact gebleven en dat geldt eigenlijk ook voor de aanval. Met het talent aan de linkerkant, de topscorer in het midden. En de man die ook in de eerste wedstrijd scoorde aan de rechterkant. Het was al grauw en grijs toen ik hier aankwam. Het zal nog wel even duren voordat deze rook als gevolg van het vuurwerk het overigens verouderde stadionnetje uit is. Daar is men inmiddels ook wel van overtuigd. Dat mocht het verblijf van Cambuur langer zijn dan 1 seizoen in de Eredivisie. Dat het toch echt dringend noodzakelijk wordt om eens te gaan nadenken over een nieuw stadion. Heerenveen won de TOS. Cambuur trapt af. En dat gebeurt zoals dat vroeger genoemd werd als de scheidsrechter de beide doelen kan zien. Gözebüyük tot nu toe in deze Eredivisie jaargang goed voor. 46 keer geel, eenmaal een dubbele gele dus rood. 1 keer direct rood en ook 3 strafschoppen deelde hij uit. En beide ploegen opvallend genoeg ook op de ranglijst als het gaat om het maken van overtredingen. Alleen Heracles maakte er meer dan deze twee. Van der Laan. En mochten er mensen zijn die moeite hebben met het zicht, dat zal u vergemakkelijk worden door de doelman van Heerenveen Nordveld. Die is in compleet oranje gekleed vanmiddag. En daarmee is hij een makkelijk doelwit voor de aanval van Cambuur. Van Aanholt probeert mee te komen met... een uitval waar hij verwacht de bal te krijgen van Ziyech. Die ligt inmiddels geblesseerd op de grond. We zijn nog geen minuut aan de gang en Ziyech heeft echt een blessurebehandeling nodig. Deze actie waarbij hij door zijn enkel gaat, levert meteen een flinke blessure op.
is uiteraard de tegenstelling tussen de uitploeg Heerenveen dat zich groter voelt en ook groter is. Om de hectiek een beetje uit het begin van de wedstrijd te halen. En de underdog, de thuisploeg Cambuur, die zo snel mogelijk er bovenop wil. En gebaat is bij enige hectiek. Ziyech mag terug. En Lewin heeft de bal. Heerenveen zich op het gebied tussen de middenlijn en een meter of 20, 30 erachter. Van der Laan. Op zoek naar Lukoki. Amsterdam is onder elkaar. Lukoki geconfronteerd met Dijks. Lewin. Die levert in. Dat op zijn sportcomplex ook kunstgras heeft. Daar heeft de ploeg natuurlijk op getraind. Slagveer. Geconfronteerd met Bijker. En niet alleen met Bijker, maar ook met El Makrini. Slagveer. Ziyech. Manu die de vrije trap meekrijgt. Wie laat hem zomaar noemen, ook Betje. Eerste mogelijkheid voor Cambuur en die bal die vliegt erin. Via Elvis Manu en Cambuur neemt in de vierde minuut al een 1-0 voorsprong op Heerenveen. Verbazing, ontluistering. Van Basten en een klein volksfeest in Leeuwarden. Iedereen staat in de vierde minuut in de hoofdstad van Friesland. Nog een keer het verlengen. Manu die veel doortastender is dan zijn tegenstander. Nordveld die halverwege als doelman onderweg uit zijn goal wordt geklopt. En de thuisploeg heeft een 1-0 voorsprong. Overtreding Rietsmeijer op Slagveer. Christian Koep. Ja, Heerenveen zal zich daar toch echt op moeten instellen. Dat had het van vooraf kunnen weten. Dijks. Dijks. Bij het doel van Cambuur is inmiddels ook wat vuurwerk terechtgekomen. Maar ja, dat gebeurt zo ver van de plek waar de bal is. Dat vindt de scheids verder geen enkel probleem. De doeltrap komt, de vrije trap van Nienhuis. Wat zijn die boeren stil, zingen ze venijnig vanuit Leeuwarden richting Heerenveen. Het was al afgelopen nacht om aan te geven dat men hier vindt dat de rest van Friesland platteland is. In het uitvak al de nodige attributen neergelegd. Hooi, wat koeien stond, kortom om aan te geven van uit en toch thuis was het motto. Uiteraard is dat vak weer mooi schoongemaakt. En ook dat met Friese fans uit Heerenveen zit bomvol. Van der Laan.
toch een beetje uitkijken met Fiebouk en Son in de buurt. En er wordt gevlacht voor buitenspel van de doelpunt te maken. Koen, heel voorzichtig. Dijks. Zo krijgt hij de bal terug. Voorin Vibokasson bij de tweede paal slagveer. De vraag is, komt de bal daar? Voorlopig niet. Volgende overtreding van de kant van de thuisclub. Volgende vrije trap voor Heerenveen. En het vuurwerk dat u nu hoort, dat wordt buiten het stadion afgestoken. Daar is iemand die heeft de auto overgeslagen. Die heeft bedacht dat deze datum veel leuker is. Omdat je er dan veel meer plezier van beleeft. Er zijn er nogal wat mee bij de vrije trap. Voor Cambuur voor een tegenstoot. Ze zijn met z'n tweeën en dat blijkt te weinig. Maar er is even lichte paniek achter in BRV. Bijker terug. Van der Laan nog wat verder terug. En Lewin. Met een prachtige bal gestoken op Van Moorsel. Die loopt zich vast. Malou kan oppikken. En Van Rol is een heet hoofd. En dat is niet verstandig om meteen in discussie te gaan met de scheidsrechter. Of de Roon, ik zeg van Roon, uiteraard is het de Roon. Negende minuut. De vrije trap vanaf de linkerkant. Bal bij de eerste paal, als die blijft hangen, is het risicovol voor Nordveld. Nu wellicht een counter. Van Heerenveen met slagveer, terwijl Ziyech onderweg weer hard onderuit wordt gehaald door Van der Laan. En de vraag is of deze buurt daar nog geen kaart voor in petto heeft. Dat laat hij lopen. Van Basten beklaagt zich. Maar vindt geen respons bij de scheidsrechter. En probeert het dan maar, want dit is natuurlijk geel, via de vierde official. Bijker. Ook Betje. Bij het Koen. En dan gooi je Bijker, die is ver. Te moeilijk voor Riesmeijer om daar iets mee te beginnen. De doelpuntenmakers in de winstpartij op eigen terrein tegen Go Ahead. Bartel maakte de ander. Leeuwin. Riesmeijer. Ziek draait goed. Het is de derde keer dat Ziek het slachtoffer is in de eerste 10-11 minuten van een overtreding. De Roon en Koen. Zomer, Dijks. Nu na een minuut of 12 voor het eerst wat meer lucht voor Heerenveen, zo lijkt het. De Roon.
Wijker. Lukoki. Of Betje. Lukoki doorgestuurd. Die is snel. Die is sneller dan Koen. Die gaat onderweg naar 2-0. Nee, die vergeten de bal te controleren. De tweede assist van de Nigeriaan levert bijna de tweede treffer op voor Cambuur. Heerlijk meegegeven. De snelheid van de bal klopt. De snelheid van Lukoki ook. Alleen op het moment dat hij hem moet verzilveren, speelt hij de bal. Lewin, risicovol. De Bokasson, dat is van tijdelijke aard. Betje op Koen. Cambuur heeft in Leeuwarden zeker iets om op terug te vallen. De ploeg incasseerde tot nu toe slechts 8 tegengoals. En alleen Ajax kreeg er minder tegen op eigen terrein. Wijker. Ook Betje probeert te verlengen op Rietsmeijer. Die bal is wat aan de korte kant. Finn Bogason. De 1-2 wordt eruit gehaald door Bijker. Die blokkeert de spits van Heerenveen. Zomer. Koem. En Van Aanholt. De Roon. Lukoki, ja, wil steun, maar er ligt iemand geblesseerd op het veld van zijn ploeg. Dat is Van der Laan, die kan wel een blessurebehandeling gebruiken. Dat ziet nu ook de scheidsrechter. Hij blokte en ondervindt daar nu de gevolgen van. Bij deze actie. Met een niet al te correcte ingreep van Koen. Inmiddels langs de zijlijn bij de Heerenveen Dukout. Finn Bokasson bezig is met enig herstelwerk. Dat is inmiddels gelukt. Wat plak- en knipwerk. Koem. Slagveer. Van Aanholt. Slagveer, weggestuurd door Finn Bogason. En bij de tweede paal de eerste uithaal van de Heerenveenkant met een mooie redding van Nienhuis. Ziyech neemt de bal in één keer. Raakt hem voortreffelijk, maar hetzelfde geldt voor de keeper van het thuisclub. Nienhuis. Eigenlijk weer bij deze hoekschop in combinatie met Ziyech. Dat is de man die de hoekschop neemt voor Heerenveen. Ziyech. Bal kwijt. Rietsmeijer. Van de bal geloof in het duel door de rol. Dit mag door. Er is geen sprake van een overtreding. Leeuwin. Van Moorsel. En Lukoki. Wacht, het telt
aan het afspelen. Mist daardoor ook de mogelijkheid om Rietsmeijer weg te sturen. Dan Macrini. Rietsmeijer. Ook Betje. Nukoki. Weer teruggelegd. Ja, zegt de Nigeriaan. Ik had hem graag in mijn voeten gewild. Niet achter me. Dat zal ook zeker de bedoeling zijn geweest van Nukoki. Ziek. Cambuur dat behalve zijn drie aanvallers ook Rietsmeijer vrij ver voor inhoudt. Hoek. En Nienhuis. Koglu bij Heerenveen even van kant gewisseld. De eerste genoemde nu vanaf links en de tweede vanaf de rechterkant. Van der Laan. Mooie bal, Rietsmeijer iets aan de harde kant. Daardoor kan Van Aalt er nog tussen komen. Probeert voetbal op te lossen, kan je dit overkomen. De tijd en de ruimte wordt de bek niet gegund. In Bogason. Leeuwin. Van Boorsel, op lang gelopen. Door Van den Berg. Hele Heerenveen middenveld of scherp. Dat geldt voor zowel Ziyech, De Roon als Van den Berg. Het is enigszins overdreven om daar Van den Berg nu op aan te spreken. Het is eigenlijk de eerste wat zwaardere overtreding van de Heerenveenkant. En daar heeft Cambuur er toch al een aantal tegenover gezet. Achter de bal Rietsmeijer. Het is de 20e minuut. Leeuwin is mee. Macrini ook groot en sterk. Die bal gaat laag. Passeert een aantal mensen en belandt uiteindelijk bij Nordveld. Ingreep van Van der Laan. En zo voetbalt Cambuur zich daar onderuit. Dan Macrini. Heeft wat te veel tijd nodig. De Roon. Daar gaat hetzelfde voor, maar die herstelt het zelf. Slagveer. Samen op puur fysieke kracht. En is Cambuur toch meestal de bovenliggende partij. Nukoki. Wacht door. Manu naar de eerste paal. Bal achterlangs. Manu maakt zijn tweede nee. Rietsmeijer misgestopt met ook Betje. Finn Bogason. Ziyech. En zo verdient Heerenveen een hoekschop.
Nog een keer Lukoki, die zeker geen buitenspel staat. Hij legt de bal achter de defensie van Heerenveen. Mardou denkt ervan te kunnen profiteren. Maar die inzet wordt eruit gehaald. Ja, mocht het enige blijven, dan gaat de Feyenoord-huurling in alle jubileumboeken tot in de verre toekomst terugkomen van Cambuur. 22e minuut. Een goed gesprek tussen Finn Bogason en Lewin heeft voor enige helderheid gezorgd onder leiding van de scheidsrechter is dat gebeurd. De Roon. Niet al te slim gekopt. Tegenstoot Cambuur. 2 tegen 2. Het gaat stel. Lukoki. Ritsmeijer is mee. En Maarhoe is mee. Het is nu 3 tegen 3. Lukoki draaien. Waarom zelf? Met twee afspelmogelijkheden. Er komt een herkansing misschien van Moorsel. Nee. Overtreding Lukoki. Dat dan weer wel. Maar Lukoki moet natuurlijk die bal aan een van zijn twee medespelers kwijt. Zat. Maar het zou mooi zijn als je die snelheid ook kunt verzilveren. Cambuur had even adem. Van der Laan. Leeuwin. Nienhuis. Koen. Ritsmeijer. Goeie bal in één keer. Ook Bertje kan er niet bij. Maar verzorgt wel enige onrust daar. En Macrini. De bal gehaald op het moment dat hij wil inschieten. Ziyech doet dat. Zegt van ik speel de bal. Maar komt wel van achteren. En dat levert Cambuur een vrije trap op. En het is natuurlijk een overtreding van de middenvelder van Heerenveen. De thuisploeg heeft een paar schutters. De beste is de man van PSV, Ritsmeijer. Van der Laan, dat ligt het meest voor de hand. Dortveld kijkt of alles goed staat. De muur een meter buiten het eigen strafschopgebied. Ritsmeijer. Overzicht is er, maar de bal op Drosten komt niet aan. Moorsel, dan Macrini. Weer aangetikt. Hij doet van de Berg. Tweede keer. Met de derde laat lukt de bom. Lewin begrijpt zijn rol van aanvoerder. Zorgt er nog een keer nadrukkelijk in woord voor dat Van den Berg inmiddels nadrukkelijk op de radar staat bij de scheidsrechter. Ook Betje, Manu. Manu had doorgekund. Maar dit is ook wel aardig hoor, wat ook Betje doet.
De hectiek van de eerste minuten is wat weg. Heerenveen probeert, en dat lukt ook wel, om iets meer aan het voetballen toe te komen. Maar zodra het gaat om het uitvechten van duels, is Cambuur nog steeds in de meeste gevallen winnaar. En heeft Cambuur ook waar mogelijk het meeste initiatief. Slagveer, toch maar weer terug naar rechts. Nienhuis. De Roon. Van den Berg, Ziyech. Ook Betje. Manu denkt weer te kunnen profiteren, maar maakt nu wel een overtreding. Boorsel, Rietsmeijer. Van den Berg. Aanval loopt door, hoewel er een overtreding op hem wordt gemaakt. Ziyech. Slagveer. Wijker maakt zich ietsje breder op wacht. En voorkomt ermee dat Slagveer in scoringspositie komt. Drosten, Lukoki, Leeuwin, Dijker, ja, maakt eigenlijk een stap voorwaarts, dat had gekund. Nu moet hij zien door naar binnen te komen dat hij verlost raakt van Slagveer. En zo gebeurt dat, na de overtreding van de rechterspits van Heerenveen. Tot €350 had men over voor een kaartje om hier vanmiddag bij te kunnen zijn bij Cambuur tegen Sportclub Heerenveen. Bilal, bal kwijt. Van den Berg. Koem. Zich zowaar een keer op de helft van Cambuur. De Roon, die kiest dan weer voor de weg terug. En niet zo'n beetje ook. En doordat Lukoki in zijn eentje jaagt, levert dit deze rare trap op van Nordveld. Die de bal zo krijgt aangespeeld dat doordat Lukoki zo goed loopt, hij hem eigenlijk niet kwijt kan aan een medespeler. Leeuwin. Mooie bal. Rietsmeijer. Uithalen van Moorsel. Nordveld. Van Arnold. Ja, gaat ook hier weer het duel aan en legt het dan gewoon af. Of Kracht moet een overtreding maken. En nou wordt van de Kim Wokerson, die krijgt ruzie met Manu. Dat lijkt me wat overdreven. Daar moet Keuze Buurk even tussen stappen.
eens kijken. Het begint natuurlijk hier bij dit duel. Dat gewonnen wordt door Manu. Dan maakt Van Aanholt al een overtreding. Maar wat gebeurt daarna als Fim Bokersson er zich mee gaat bemoeien? Dit dus. Een schopje. Bijker. Ook Betje. Manu. Hij stuurt hem weg. Wat is dat? En het is dat de Roon daarbij springt achter in BNV. Dit was goed bedacht en ook mooi uitgevoerd door Bijker. Deze bal op de inkomende Lewin. Lewin die man meteen helemaal de maximale afstand overbrugt. En een hoekschop van overhoudt. Het is risicovol wat Bijker doet. Maar past het en dat doet het. Levert dat deze aanval op via Lewin. Mooie versnelling van de aanvoerder van Cambuur. Nou, hij kan er meteen blijven staan. Voor de hoekschop. Kan voorkomen als die wordt opgejaagd door Lukoki. Ook Betje. Ook dit doet hij goed. El Makrini. Manu. Bijna El Makrini gevonden met het balletje achterlangs. Bijker. El Makrini. En de volgende hoekschop. Ja, het is een oud voetbalcliché, maar zolang je niet op de helft van de tegenpartij voetbalt, kun je zelf eigenlijk niet in de problemen komen. En dat wordt in de praktijk gebracht, al bijna 35 minuten lang, door Cambuur. Hoekschop bij de eerste paal, die zit er ook maar zo bijna in. Carambolage in het doelgebied voor de neus van Nordveld. Maar de bal vliegt over. Nordveld. Van Moorsel. Manu afgetroefd voor het eerst eigenlijk door Van Aanholt. Finn Bogason. Bijker. Even overleg tussen El Makrini en de scheidsrechter Van Aanholt. En weer Manu die zich breed maakt. En dat is niet zo moeilijk voor hem. En de bal heeft. Ook Wetsje. Nienhuis. En ook nu komt tot ongenoegen van de Heerenveenbank. Die zie ik met Henk Herder, met Tieme Klompen en met Van Basten. Cambuur er makkelijk onder vandaan. 14 overtredingen in totaal. Cambuur eigenlijk in een aantal opzichten de bovenliggende ploeg. Van Moorsel, net aan. Koep. Van Aanholt.
buitenspel van Tim Bogason. Dat ziet de grensrechter ook, maar die wacht terecht tot het moment waarop de aanvaller aan de bal komt. Nee, een makkelijke middag zal Van Basten zeker niet hebben verwacht in Leeuwarden. Maar dat het zo moeilijk zou zijn, dat zal hem toch tegenvallen. Kunst ligt inmiddels aan. Meijer. Van Arnold speelt nu de bal. Eén keer heeft het geluk dat hij terecht komt bij het Ziyech. Daar is Nienhuis, die is als eerste met de bal. Overtreding de Roon. Attent reagerende doelman van Cambuur voorkomt problemen op het moment dat Heerenveen tot twee man toe. De tweede pas hier van Ziyech is daar een illustratie van. De bal wel in één keer vooruit speelt. En daarmee bijna een aantal mensen voor Nienhuis zet. Maar die is er zelf als eerste bij. Nienhuis. Deks. Nou, die kan fysiek wel het een en ander aan. Die is erg groot en erg sterk. Maakt Riesmeijer een overtreding? Nee, dat doet hij niet. Daar loopt deze buurt vlak achter om dat goed te kunnen beoordelen. Deze actie, nu is hij achterin weg. Maar wordt hij gered omdat zijn ploeg de bal alweer terug heeft. Manu. Manu. Mooie sleep. Maar een schotbal gekraakt en daardoor ongevaarlijk geworden voor Nordveld. Een Volendamse sleepbeweging komt er uiteindelijk uit de voeten bij Manu na deze carambolage van Moorsel. De Roon. Van der Laan. Dijken. Te veel hooi, dit keer op de vork van de linksback. Ziyech, de Roon. Bilal, de Roon. Van Arnold. Voor het eerst Heerenveen over een aantal schijven. Opnieuw Van Arnold. Daar blijft de voorzet, daar is hij. Wie zijn daar? Vim Bogason. Eerste kopkans, eerste serieuze kans voor hem. In de 41ste minuut. En het is opgeteld bij het schot. Al geruime tijd terug van Ziyech van afstand. Eigenlijk de tweede mogelijkheid pas voor Heerenveen. Dijker. Is mij er niet bereikt. Vim Bogason wel bereikt, Van der Laan. Omdat Vim Bogason al uit balans is, kan de verdediger hem de bal van de voet halen.
Lukoki. Ja, die kennen elkaar. Lukoki, bal verdwijnt voor langs en gaat ook vervolgens achter. Dan te bedenken dat deze Finn Bogason met zijn 18 goals er tot aan vandaag evenveel heeft gemaakt dan heel Cambuur bij elkaar. Maar we kennen het uit allerlei reclames over beleggen. Niets uit het verleden geeft een garantie op het heden of op de toekomst. Dijks. Domme overtreding. Vlak voor rust gebeurt dat in een situatie waar Lukoki nooit kan uitkomen. Hoe dat verkeerd kan aflopen zag gisteren bij NAC Pek. Daar deed het speler van Pek iets identieks. En leverde dat meteen de eerste goal van de wedstrijd op toen voor NAC. Nou, Cambuur heeft zijn eerste goal al binnen. Hoe gaat het nu? Dit is de tweede. Ja hoor, Wetsje. Uit een standaard situatie maakt hij 2-0 voor Cambuur. En dat allemaal na een volstrekt onnodige overtreding van Dijks op Lukoki. De vrije trap draait in. Heerenveen is geklopt en Cambuur verdubbelt vlak voor rust zijn voorsprong. Zo blijkt de keuze vooralsnog voor de Nigeriaan, amper een week in Nederland, maar meteen in de basis. Een gouden keus, een assist en een goal. Wat wil je nog meer? Hier komt Cambuur tweede aan. Ja, als hij dit gemiddelde volhoudt, speelt hij over 4 maanden zeker niet meer voor Cambuur. De Rode is opgekalfaterd. Die bleef geblesseerd liggen in het doelgebied bij Heerenveen. En diens blessurebehandeling kan met nodig worden voortgezet in de rust van die dagen. En deze plek in de Friese hoofdstad is inmiddels veranderd in een dansende mensenmassa. Ook Betje, Lukoki, Rietsmeijer. En die man van buiten het stadion, weet u nog van het vuurwerk, die heeft nog wat bewaard. Bijker. 1 minuut bedraagt de extra speeltijd. Buitenspel voor Manu. Deze buur die gelukkig het geel op zak had, zich realiseert dat een derby een iets andere benadering vereist dan een andere competitiewedstrijd. Ziyech. Komt niet aan schieten toe. De Roon. Dijks. Van den Berg. Onzichtbaar, Joey van den Berg. Behalve 1 of 2 kleine overtredingen. Dat was zijn bijdrage voor rust bij Heerenveen. Die staan vlak bij dat vak waar Heerenveen supporters zitten. En dan krijg je deze gebaren. Het is theepauze in Leeuwarden. In de half 1 Friese derby tussen Cambuur en Heerenveen. Manu maakte in de 4e minuut 1-0. Ook Wetsje maakt vlak voor rust 2-0. En dat lijkt, gelet op de staat van dienst van Cambuur in thuiswedstrijden, een meer dan geruststellende voorsprong op een Heerenveen van onder meer Alfred Finn Bogason.
Ja, Heerenveen is klaar. Of nog niet, dat is de vraag. Ze staan in ieder geval op het veld met z'n allen. En daar, u hoort het, meldt zich de thuisclub op een 2-0 voorsprong via Manu en ook Betje. Ik zei het al, voorrust 8 tegengoals incasseerde Cambuur op eigen terrein. Het verloor er slechts 3. En dan ook nog een keer alle 3 op het nippertje. 0-1 Twente, 1-2 Ajax, vlak voor tijd en 0-2 Feyenoord. En die twee, zeg maar, dat gegeven dat de ploeg sowieso al moeilijk te kloppen is op eigen veld. Opgeteld bij de 2-0 voorsprong die het inmiddels heeft. Zou hier wel eens kunnen gaan zorgen voor een enorm feest vandaag. Maar ze zijn er nog niet. Heerenveen heeft nog, hoewel ook weer niet al te veel mensen op de bank zitten met wie het misschien nog iets kan uitrichten. Aanvallend. Maar Heerenveen, naarmate het langer duurt, zal ook steeds meer en meer risico's moeten gaan nemen. Ja, en dan de snelheid van Lukoki, de slimheid van de nieuweling ook Betje. En de body en de doeltreffendheid van Manu voorin bij Cambuur. Dan zou dat toch wel eens verder kunnen oplopen, de voorsprong voor Cambuur. Heeft, terwijl Leeuwin uitverdedigt, er geen wijzigingen zijn in de beide helftallen. Ook Buur, de scheidsrechter, heel goed door dat dit een Fries onder ons is. En kan hij het voorlopig af met een enkel vermanend woord. En blijven de kaarten op zak. Zomer, Wijker, Manu, nu wel de bal kwijtgeraakt, dat overkwam hem voor rust niet. Ja, deze afzwaaier is een beetje illustratief voor de wijze waarop Finn Bogason tot aan nu in de wedstrijd zit, namelijk niet. Misverstand waarbij Zomer en De Roon elkaar in de weg lopen en Cambuur mogelijk kan profiteren. Bij de tweede paal, bal gaat over Obertje heen, Drosten kan er niet bij. Van den Berg. Leeuwin. Scheidsrechter op grens, grens geeft aan, ingooi Cambuur. Drosten gooit. Op het hoofd bij Dijks. El Macrini. Van Moorsel. De Roon. Finn Bogason. Ziyech. Dit gaat snel. Dit loopt ook. Het stopt bij Ziyech. Wijken. Goeie actie. Aanwezig. Cambuur dat sowieso al 5 keer de nul hield in deze competitie. En dat is toch echt 4 keer vaker dan Heerenveen. Struikelt. Drosten. Ja, lastig zo'n bal.
Lukoki. Ook uit dat type duel moet je het maximale halen. En dat doet de aanvaller van Cambuur. Ramon Zomer. Koem. Leeuwin. Onzeker bij ADO, kan ik me herinneren. Zeker hier, in ieder geval de eerste 50 minuten. Komt om een of andere reden toch beter tot zijn rechten in Friesland dan in Den Haag. Overtredingen in totaal. Langzaam maar zeker begint dat aantal toch wel op te lopen. Maar we hebben er tot nu toe nog niet één gezien in de categorie. Die kan echt niet door de beugel. Van den Berg. En Bijker. Van den Berg geblesseerd. Maar Bijker krijgt een vrije trap. Een geduw en getrek van je welste. Zo rond de penalty stip. Met name Zomer. Die voor in beeld. Is drukker bezig met ook Betje. Dan met de bal. Lukoki. Oh, wat een kans. Weer een standaard situatie. Weer gevaar voor het doel van Nordveld. Het is helemaal Krimi die daarbij geblesseerd is geraakt. Akelige ballen voor een keeper. Wordt zo'n bal van richting veranderd, dan ben je kansloos. Maar in dit geval ontsnapt Nordveld en ontsnapt Heerenveen. Dijks. De Roon. Duikeling van Finn Bogason zonder dat er contact is met Leeuwin. Ook Betje, Riesmeijer door. Ja, dat heeft ook Betje wel heel snel opgepikt hier in Friesland. Prachtig aanval, bijna 3-0 via Riesmeijer. Heerenveen voorkomt een grotere achterstand. Mooie Cambuur aanval. Die uiteindelijk niet leidt tot een derde Cambuurtreffer. Het verlengen door ook Betje de bal in één keer voorgeslingerd. Riesmeijer kan er niet bij. Van den Berg. Weer glijden, weer kijken naar de scheidsrechter. Het zijn tekenen van frustratie. Vinden dat je ergens recht op hebt, terwijl dat niet het geval is. Leeuwin. Nienhuis, dat gaat er net goed af. Eerst een merkwaardige trap van de doelman van Cambuur. Die tot nu toe alle drukstofballen eigenlijk voortreffelijk verwerkt. Is natuurlijk ook voor Cambuur geldt dat. In dit duel met 8 minuten naar rust op de klok. Om zo lang mogelijk, het liefste tot aan het einde, als het aan Lodewegers ligt, de scherpte en de concentratie te kunnen blijven opbrengen. Dat is kwaliteit.
opvallend genoeg in dit geval helpt natuurlijk. Het feit dat je een duel speelt tegen Heerenveen. Iedereen gaat staan voor Cambuur. En ik vermoed ook om even de benen te strekken, want warm is anders nog steeds in Leeuwarden. Dient zich wellicht aan voor de thuisploeg als Bijker onderuit gaat. De bal uiteindelijk beland bij Noordveld. Bazaar-Sikoglu. Dan moet er weer op de goede plek worden ingegooid. Gaat Heerenveen wisselen. Denk ik dat Wildschut er zo bij gaat komen bij de ploeg van Basten. Lewin. Ja, de Ronde is dan wel de man die het schoffelwerk voor zijn rekening neemt bij Heerenveen. Maar met denk aan Lewin die meteen opstaat. Kan Keuze Buurkoop dat verder laten voor wat het is. Eraf bij Heerenveen gaat Slagveer. En zijn vervanger is Jannik Wildschut. Nienhuis. Ook Betje met Zomer in een soort van scrum. Daar geldt nu hetzelfde voor met Vin Bogason en Van der Laan. Van der Laan die voor deze actie een vrije trap tegen incasseert. Wildschut. Van den Berg, Wildschut. Ja, Drosten zal zich even moeten instellen op de snelheid van Jannik Wildschut. Drosten, Lukoki, ook Betje, die weinig verkeer doet, die veel dingen in één keer kan, dat vermogen heeft hij. Manu. Witsmeijer. Krijgt zo de bal terug in de voeten. Inmiddels ook een tweede invaller klaar staat bij Heerenveen. Deli Sinkgraven krijgt de gelegenheid en vervangt Ramon Zomer. Lukoki is boos, die kijkt naar de grensrechter. Ook Wetsje ligt. Maar waar hij nou precies last van heeft, dat moet gaan. Nog maar eens kijken. Oh, hij lijkt een kleine pirouette te maken op een... vervelend slotveld. En ook zei dat hij geraakt wordt door Van den Berg. Hier zien we dat beter. Ah, kijk aan, Van den Berg. Ja, die raakt ook Betje. Die heeft geen enkel oog voor de bal. Dank, dit beeld werkt in ieder geval voor mij verhelderend. En inmiddels
zijn we op 2/3 van de wedstrijd. Zegt de scheidsrechter Nienhuis, maak nou gewoon de gebruikelijke snelheid bij het nemen van de doeltrap. Dan hoef ik me daar verder ook niet over druk te maken. Ook Betje wint weer. Nu een kopduel. Van Moorsel. Dijks. Komen op het middenveld. En dit polkleding lijkt het wel voor Van Buurfans. Mogelijkheid Zicht. Dat komt bijna een strafschop uit als Noorsen zich niet op het allerlaatste moment inhoudt. Die maakt toch echt de indruk zich te willen vergrijpen aan Ziek. Net op Drosten. Hij doet het toch maar niet. En dat is een goed besluit. Nu Koki. Van Moorsel. Gevallen door Wildschut. Hens van Moorsel, ja. Dat klopt. De aanvaller duwt, maar doet het met de schouder. En waar een uur lang spelers van Heerenveen zich tekort gedaan voelden bij duels zoals deze, is het nu Van Moorsel. Die ten onrechte een vrije schot claimt. De Roon. Wijker. Manu. Riesmeijer. Gerealiseerd als je kijkt naar de uitslagen gedurende het hele seizoen. Dat er nogal wat punten nodig zijn om sowieso in de Eredivisie te blijven. Maar daar zouden deze drie uitgerekend tegen de Friese buur wel erg welkom zijn. Volkslied voor de wedstrijd, dat wordt in Leeuwarden bijna een doodzonde genoemd. Dat vindt men het officieuze clublied van de Heerenveen. Zoals ook in de uitwedstrijd in het oude Leenstra stadion, terwijl Manu een hoogstandje in huis heeft. Cambuur supporters met Nederlandse vlaggetjes op de tribune zaten. Wat betreft zit het heel diep in Leeuwarden. Zelfs de clubnaam Heerenveen wordt hier liever niet uitgesproken. Ik kwam er deze zomer achter toen Cambuur een oefenpotje speelde dat Heerenveen hier door het leven gaat als DKV. Dat betekent 30 kilometer verderop. Maar de horeca bij deze stand, bij winst voor Cambuur, kan op een topavond rekenen vandaag in Leeuwarden. Ja.
oudste supporter overleed eerder deze week. Auke Visser, Auke de Sloper, 95 jaar. Ging overleden en wel met in de kist ook langs het stadion. Waar de hele selectie van Cambuur stond te applaudisseren. Ik moest daar wel op lachen toen ik dat hoorde. Al was het alleen maar omdat de Nigeriaan ook Bekse hier speelt. Dat vaak landen zijn waarvan wij nog wel eens vernemen dat daar vormen van bijgeloof en voodoo een rol spelen. En dan kom je als Nigeriaan in Leeuwarden voetballen. En dan sta je te applaudisseren met al je medespelers voor een begrafenisstoet die in de clubkleuren het stadion passeert. Wat moet je dan wel niet vertellen als je weer terug bent bij familie in Nigeria. Niet letterlijk, maar het lijkt een beetje op een wapenstilstand de laatste 10 minuten. Cambuur houdt zich een beetje in. En Heerenveen is nog steeds niet echt bij machten om Cambuur echt onder druk te krijgen. Er gaan wel wat dingen nu in het voordeel van Heerenveen. Een vrije trap van links en rechts en nu ook deze ingooi. En natuurlijk deze vrije trap. Waar Van den Berg slimmer is dan Van Moorsel. 24 minuten nog. Nog steeds 2-0. Achter de bal, Ziyech. Wildschut. Lukoku. Ja, meteen wordt hij lastig gevallen door die spelers van de thuisploeg. Van den Berg. Van Moorsel verdedigt uit. Van Arnold. En de hoekschop voor Heerenveen. Ziyech trapt de hoekschop. Nienhuis blijft staan. Maar er wordt flink geduwd en getrokken. Het levert Cambuur vrije trap op. Tweemaal geblesseerd. Van wie Lewin het meeste last heeft. Ondertussen is er overleg langs de zijlijn tussen Lukoki en Dwight Lodewegers. Van Bogason. Sinkgraven. Koen. In zijn eentje achterin bij afwezigheid natuurlijk van de vervangen Zomer. Bijker. Manu. Lukoki weg. Geen buitenspel. Lukoki. Lukoki met een open kans op 3-0. Lukoki. 3-0. Deze zit in de knipt van de ploeg van Lodewegers. En de hoofdstad van Friesland viert feest. Dit is het risico
noodgedwongen moet nemen. Maar bij de eerste de beste keer dat Cambuur daarvan kan profiteren, profiteert het ook. Jody Lukoki. Het is 3-0 voor Cambuur. En zo scoort de hele voorhoede van de thuisploeg in deze Friese derby. Manu de eerste, ook Betje de tweede. En deze in de maak komt van Jody Lukoki. Leeuwin. Nienhuis, ja, die is weer met zijn verre trappen terug op zijn oude niveau. Er zat er één tussen. Dat is een vergeven die van mindere kwaliteit is. Ziyech incasseert een stevige schouderduw. En wordt daarvoor beloond met een vrije trap. Wijken. Wordt geduwd. Gezien door de grensrechter. Massa Sikoklu die zit nu geplaagd richting de grensrechter. Er komt geel voor hem. Het eerste van de wedstrijd. En die man van het vuurwerk die heeft echt zoveel ingekocht dat nu ook bij de derde Friese goal, bij de Leeuwardse goal, hij opnieuw is begonnen met het afsteken ervan. Het lijkt erop alsof ook Betje wel eens een publiekswissel zou kunnen krijgen op 20 minuten van het einde. Mogelijk dat hij ook niet helemaal 90 minuten kan volmaken. Dat zeg ik omdat ik Martijn Bartel zie klaarstaan om in te vallen bij Cambuur. Ja hoor, daar komt de publiekswissel voor Bartolomeu Ogbetje. En die had 14 dagen terug niet kunnen dromen van een publiekswissel in Leeuwarden. Waar hij voor een vol stadion een staande ovatie krijgt. En Martijn Bartel. Vorige week met de eerste Eredivisie goal achter zijn naam. Erin is Martijn Bartel. En bij Heerenveen is Joey van den Berg uit zijn lijden verlost. En hij wordt vervangen door, ook een Ajaxie, Jury de Kans. Dat is na Lukoki en Dijks nummer 3 op het veld. Marco, neem je rotzooi mee. Pepert de Cambuur aanhang. Van Basten nog een keer in. En natuurlijk is daar geen sprake van, maar op deze middag is dat dus verklaren. Vandaag is even alle nuance weg. Monty Python maakt zijn opwachting met The Bright Side of Life. De bal, Finn Bogason en Ziyech. Gelatenheid, zowel in het veld als ook naast de dugout. Van Basten, stoïcijns. Herder kijkt voor zich uit. Klompen denkt er ook het zijne van.
de wissels. Daar is Heerenveen doorheen. Van Arnold. Noordveld. Dijks. Ziek. Ja, ze zijn gekomen uit Heerenveen, een vak vol. Maar ze beleven niet de fijnste dag uit de voetbalhistorie van hun club. De Kamps. Laatste kwartier inmiddels ingegaan. Ook schot is van Ziek. Schot van afstand, dat is de bedoeling van de Kamps, maar daar komt hij niet aan toe. Wordt er eigenlijk al uitgehaald voordat hij aan schieten toekomt. Ook in is het grotere geblazen voor de thuisploeg met Barto die snelheid maakt. Wie had de bal moeten meekrijgen? Rietsmeijer koos voor de moeilijkste oplossing. Kwartier te gaan. Lewin, Van Moorsel, Elma Crini, Manu, Drosten. Nieneus. Leeuwin, de Kamps en Drosten. Kijk naar de gezichten van Lodewegens en Henk de Jong. En zet daar dit beeld tegenover. Dat zegt alles over het verloop en het verschil tussen Cambuur en Heerenveen deze middag. Sowieso goed hier in het tunneltje valt. Buitenspel Bartel, die terugloopt naar buitenspelpositie. Koen. Dijken. Mukoki. Knap. Is de bal binnengebleven, dat wel. IJsselderby, deze terug na jaren. Het blijven echt de
bekend in de pad, wedstrijden zoals deze. Minuten nog aftellen naar het feest dat hier gaat losbarsten. De Kamps. Niks. Cambuur hier en wie twijfelt eraan in Leeuwarden vanmiddag als winnaar van het veld stappen. Het houdt een gaatje naar de ploegen eronder. En dat zijn er bovendien nogal wat. Maar nogmaals, je zult behoorlijk wat punten nodig hebben om rechtstreeks de degradatie te voorkomen. En dat blijft toch het eerste doel van de technische staf hier. Altijd naar beneden blijven kijken en jezelf niet te snel rijk rekenen. Nienhuis, half. En dan doet Drosten de rest. Van Nienhuis niet bij, maar dan komt de bal ruim over. Nu nog een nieuw stadion, want dat is toch het behoud van de club voor de toekomst. Daar zal men echt serieus over moeten gaan nadenken in Leeuwarden. Maar het maakt het feest vandaag er niet minder op. Nienhuis. Bijker. Macrini, Leeuwin, Manu, is de Warto als aanspeelpunt. Leeuwin. Wat slordig, daar zit Dijks tussen. Maar die moet dat bekopen met een tik. Het is een sneu voor Bassasi Koglu dat hij als enige tot nu toe geel incasseert voor ja, eigenlijk wat miswaar maken. De Kamps. Dan Macrini, de Roon, Bijken, Zingraven, dat maar risicovol. Ik denk dat Barto de bal nu laat lopen omdat hij weer terugkomt uit de buitenspelpositie. Bokasson, die komt van een eiland en die staat ook eigenlijk de hele middag op een eiland.
nog een hoekschop voor Heerenveen. Op inmiddels minder dan 6 minuten van tijd. Leeuwin heeft pijn aan de knie. Maar loopt zich daar wel doorheen door dat pijntje. Nienhuis. En zowaar een mogelijkheid voor Heerenveen. Die wordt benut door Fien Bogason. Daarmee komt hij toch. Dat is een persoonlijk succes op 19. Hij staat blijkbaar geen buitenspel. En onderstreept hier nog maar eens hoe gevaarlijk die kan zijn. Wijker blijft hangen. Dat is de man die het buitenspel opheft. Links in beeld, hier ziet u Wijker. Dat is de man die ervoor zorgt dat Fien Bogason zonder problemen een Heerenveen goal kan maken. En daar komt het eerste of het tweede geel. Ja, dat zat erin. Dat is toch de frustratie waar hij eigenlijk al de hele middag mee rondloopt. Fien Bogason. Hier vergrijpt hij zich. En zo heeft hij binnen een minuut een goal en een gele kaart te pakken. En zo blijkt die derde van Cambuur naar rust gemaakt door Lukoki. Wel plezierig voor Cambuur, want daarmee houdt de ploeg er een goal tussen. Cambuur dat het volgende week lastig gaat krijgen uit in Enschede bij Twente. Heerenveen zal het op het oog wat makkelijker hebben als het thuis speelt tegen ADO Den Haag. Nu krijgt ook Lukoki geel en loopt opeens het aantal kaarten toch nog op. Onnodig, maar het is niet anders. Zie ik. Zomaar recht in de handen van Nienhuis. Dit Twente Cambuur, waar naar ik verwees, aanstaande zaterdag. Even wakker toch, Lodewegers. Even de slotfase in de laatste 10 minuten. Met die ene tegengoal, dat moet natuurlijk niet nog een tweede tegengoal opleveren. Het lijkt er niet op. Buitenspel, Barto. Lodewegers die nog wat wisselmogelijkheden heeft. Sinkgraaf. Heerenveen dat er probeert nog een slotsprintje uit te gooien, maar daar komt niet zoveel van terecht. Sowieso die wissels natuurlijk achterhand heeft. Om meerdere redenen. Als het nodig mocht zijn, een beetje de tijd eruit halen. Of wellicht iemand nog een publiekswissel bezorgen. Er zijn er een aantal die daarvoor in aanmerking komen. Drosten. Lukoki. Noordveld. Het veld staat de veldballen klaar. Manu. Veldballen, ja, dat is wissel nummer 2. Ook dit gaat een groot applaus opleveren. Want de man die er wordt afgehaald is degene die al in de vierde minuut
de score opende voor Cambuur. Elvis Manu. Hij brak al heel snel de wedstrijd open. En maakte wat mij betreft deel uit van een toch wel illustre trio. Een Feyenoorder, een Ajaxiet en een PSV'er. Manu, Lukoki en Rietsmeijer. Die uiteraard met een aantal anderen moet proberen dit seizoen Cambuur in de Eredivisie te houden. Veldballen. Lukoki. De extra speeltijd bedraagt 4 minuten. Dat is fors. Dat wordt ook niet helemaal begrepen in Leeuwarden. Training Barto. Het is de treffer van Vin Wokerson, pas de 9e die Cambuur op eigen veld incasseert. En dat in zijn 10e thuiswedstrijd. Wat dat betreft heeft het elftal van Lodewegers de boel goed op orde. Uitgeroepen tot man of the match. Duren. Barto. Krijgt de vrije trap mee. Ja, bij een hoekvlag staan met de bal aan je voet en een grensrechter als steun, dan kom je er wel uit. En ze hebben in Friesland wel een paar drankjes die ook buitengewoon goed zijn tegen de kou. Dan zal het nodige van gezonken worden na afloop. Rietsmeijer. Van de doelijn gehaald. Bijna is het ook nog 4-1. Via Van Morsel. Elma Krini. Lewin. Veldballen. Ziyech. En Wildschut. Misverstand waarbij de twee van Heerenveen naar de bal gaan. Eén van hem heeft de bal. Van Wilkerson, maar is hem op de snel kwijt. Hij trapt nog in het voordeel van Van der Laan. Slotseconde van Cambuur Heerenveen. Voor het eerst sinds 2000, 30 april van dat jaar, wordt die gespeeld. En het lijkt op een enorm feest. Manu 1-0, ook Betje, een nieuwe aanwinst. De Nigeriaan zorgt vlak voor rust voor 2-0. Lukoki
doet na rust de 3-0 in het zakje. En vlak voor tijd voor de statistiek doet Finn Bogason voor Heerenveen iets terug. Een overwinning waar men in Leeuwarden heel lang heel veel plezier aan kan beleven. Een extraatje als het gaat om de strijd tegen de plekken onderin. Want realisme is troef. En je zult gezien de status van Cambuur het eerste jaar terug sinds jaren in de Eredivisie. Altijd naar beneden moeten kijken en niet naar boven. Als de ploeg zich dat maar realiseert. En het met name de kracht in thuiswedstrijden kan omzetten in punten. Dan maakt het een reële kans om te ontsnappen aan degradatie. En misschien ook nog wel aan wedstrijden in de na-competitie. Heerenveen was er wel vandaag en was er eigenlijk ook niet vandaag. Het is geen moment in de wedstrijd geweest. En naar de 2-1 winst eerder dit seizoen op Cambuur in het Abel Enstra Stadion, dat was maar net aan. Nu een dikke nederlaag in Leeuwarden.